ben Luus, ik ben 10 jaar. Ik ben een meisje in een jongenslichaam en dat noem je een gender, dus voor een kind. Wat heb je precies? Nou, ik ben geboren als jongen en ik wil dus graag een meisje zijn. Hoe heet het? Gender dus voor. Hoe ben je eraan gekomen? Ja, in de buik is het gebeurd, toen is het misgegaan. Nou, dat zie je op deze foto, zie je dat? Dus hier is dat stof wat in de hersens bij een man zit, dat zegt dat het een man is. Hier is het bij een homo, dat zegt ook dat hij gewoon een man is. En bij een vrouw is dat dus ook, die zegt dat het een vrouw is. En dat zit er dus bij mij in, ik. En zegt dat ik een vrouw ben. Ik ben dus geboren als jongen, maar dat stofje wat er dus in zit, dat is bij mij, dat zegt gewoon dat ik een vrouw ben. En ik wil dus graag een meisje zijn. Hoe weet je nou dat je een genderdysforkind bent? Dat ik een meisje ben. Ja. Nou, vroeger was er dus altijd strijd met de kleding en dat wou ik gewoon niet aan. En want toen zei ik dat het jongenskleding waren. En papa en mama wouden mij leren staan plassen. Maar dat wou ik niet, want mijn hersens zeiden, dat stofje, die zeiden, ja, je bent een meisje. En daardoor wou ik niet staan plassen, ik wou zitten, want alle meisjes gingen zitten. Ze konden niet eens staan plassen. En waarom zou ik dan wel als meisje staand gaan plassen? Toen ik nog kort haar had, deed ik dus een handdoek over mijn hoofd om erop te lijken dat ik een echt meisje was. En toen ik dan zo, ging ik dan zo voor de spiegel staan en dacht ik, en nu ben ik echt meisje. Dus het was voor mij wel een hele moeilijke periode. Want ik werd veel geplaagd en dat was gewoon, voor mij was het heel vervelend. Die was altijd was een jongetje en was meestal soms wel eens alleen. En dan wou hij met ons meespelen, maar dan was hij nog wel een jongetje. Dat is heel vaak met meisjes hier in de klas om wou gaan. En dat wouden ze niet heel vaak. Toen had ze nog kort haar en... Maar ze kwam wel altijd bij carnaval als prinsesje. En met een toverstaf en zo. En dat was, ja, toen kon je al een beetje zien dat ze een meisje wou zijn. En dat ze een beetje zo meisjesachtig was. Op een gegeven moment was het dus... was het zo... Ik wou gewoon echt meisje zijn. En toen hebben papa en mama hebben op internet gekeken of het wel kon. En het kon. Dus toen heb ik... meidenkleren gekregen, toen ben ik meisje geworden. En waarom moet je dan op het internet kijken? Mijn mama wist niet of het bestond. En toen wisten ze ook dus dat het genderdysfor heette, want ze hadden er nog nooit van gehoord. Hoe ben je een meisje geworden? Als je van jongen naar meisje gaat, dan ben je natuurlijk heel anders als je meisje bent. Ja, dan verander je heel erg. Dan verandert haast je hele leven. Dan verandert haast alles. Dan ben je niet meer, haast niet meer hetzelfde als vroeger. Klas toen je Luus werd? Nou, de klas vond het in het begin, vonden ze het volgens mij wel raar. Ja, ik vond de eerste dag op school was het ook, ze keken allemaal raar op. Van, dat kan toch helemaal niet?
Ik weet nog dat Luus ineens op school kwam en toen, toen wou ik Lucas zeggen, alleen toen reageerde ze niet. En toen zei ze dat we voortaan Luus moesten zeggen. Dat vond ik wel raar. Nou, toen vroeg ik of ze dat echt meende en dan meende ze echt dat ze een meisje zou worden. Ik vond gewoon dat zij ook een meisje moest zijn. Dus dat vond ik ook wel fijn, dat zij gewoon kon zijn wat ze wou. Ja, het is gewoon een mens. Ja. Ja. Alleen een apart mens. Ja, apart? Ja. Zien ze jou als meisje of als jongen? Als meisje nu echt. Gewoon als meisje. Als meisje. Als meisje. Ik zie gewoon Luus als een meisje en het, ik hoop dat anderen dat ook zien. Met gym op school, waar kleed je je dan om? Ja, daar doen ze ook niet raar over. Jeanette, ik zit niet tegen je kont aan te kijken. En Luus wil een meisje zijn. En dan vind ik ook dat ze dan ook best wel eigenlijk hoort om te kleden bij meisjes. Als ze zich ook echt een meisje wil voelen. Ja. Dan moet ze dat gewoon doen. Als ze een meisje wil zijn, ja, dan moeten we er ook de kans geven om een meisje te kunnen zijn. Dus zij kan hier gewoon omkleden en ik vind dat helemaal niet raar. Dus ik vind het hartstikke leuk dat zij hier omkleedt. Als zij grapjes maakt, is het altijd het allerleukst. Want iedereen ligt dan in een deuk. Ja. Als iedereen niet is, is het nooit gezellig. Nee. Ja, dan is het hartstikke stil hier. Ja, dan is het hier hartstikke stil. Word je wel eens gepest in de klas? Ja, ze zeggen bijna niks, maar als ze iets zeggen, dan gaan ze voor jongen uitschelden. We hadden ruzie een paar meisjes met jongens en toen stonden ze een paar jongens stonden voor Lucas uit te schelden en jongen. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk voor Luus, want Luus die wil gewoon als meisje zijn en dan wordt ze gewoon gepest als jongen Daar reageert ze ook heel boos op. Vind ik ook heel erg flauw, want wordt Luus ook heel erg verdrietig van. En ik vind ook die jongens of meisjes die dat doen, dat die gewoon dat eigenlijk niet moeten zeggen tegen Luus. Ja, soms als we heel boos zijn en dan pakken ze dingen van ons en die smijt ze ergens neer of zo. En dan gaan we eruit schelden voor Lucas of zo. Dan weten wij niet meer wat we doen of zo. Dus dan zijn we zo pissig dat we dat dan doen. Hoe voelt het een meisje te zijn in een jongenslichaam? Het is wel naar. Ik zou het liefst gewoon een normaal meisje willen zijn. Sommige kinderen die maken er echt gewoon een punt van. Die begrijpen het niet echt. En soms heb ik wel eens het gevoel dat ik die kinderen die mij uitschelden gewoon mijn gevoel aan hun wil geven. Zodat ze voelen hoe het voelt. Als je het voor het eerst aan iemand vertelt, hoe reageren ze dan? Ja, die kijken dan heel raar op. Van, dat kan toch niet? Er zijn toch jongens en meisjes en gehandicapten en lesbies en homo's. Maar er zijn toch geen genderdysfor-kinderen? Vind je het moeilijk om te vertellen? Ik vind het vooral moeilijk als ze dan, als ik het dus uitleg en ze gaan de andere kant op kijken. En
Ze gaan heel erg raar doen en ze letten niet op. En dan vind ik het wel moeilijk, want dan heb ik het gevoel dat ze me gewoon raar vinden. En... is het raar? Ik ben eigenlijk een heel normaal kind, maar mijn hersenen hebben het verkeerde stofje aangemaakt. Ik vind het niet raar. Als je jongen wordt geboren, ja, dat is dan maar eenmaal zo. Ja, van binnen ben je dan een meisje, van buiten een jongen. Nou, wat kun je veranderen? Innerlijk niet. Nee, innerlijk niet. Innerlijk dat kun je niet veranderen, maar... je kunt veranderen wat je moet veranderen wat je kunt veranderen. Wat vind je het allervervelendst? Dat ik rekening moet houden met broeken. Dat ze niet te strak zitten. Nou, deze kan ik dus echt niet aan. Ze zit me veel strak bij mijn kruis. Dus, het is heel fijn. Hoe doe je dat met zwemmen? Lucy Liu, with my girl Drew. Cameron D and Destiny. Ik heb met zwemmen dus gewoon een rokje aan. Zodat, dat is voor mij ook makkelijker. Want anders gaat iedereen vragen van... hé, hey, wat is er nou weer met jou aan de hand? En dan moet ik altijd die vragen beantwoorden en dat is heel naar. Het is wel eens onhandig, maar als ik eraf duik, dan gaat mijn rokje gaat naar beneden. En dan moet ik dan weer omhoog hijsen. Het zakt omhoog. Ik zag er eigenlijk niets van. Het bril is ook weer echt wel onder water. Als ik nu onder water ga, dan zie ik zelfs alles heel wazig. Dus. Ik denk dat ze niet... dat je niet kan zien dat zij een jongen is als je onder water zwemt. En dus is de kans heel klein dat je, dat je het ziet. Nee. Als ik zo als vreemd iemand hier binnen zou wandelen, zeg ik, hé, drie vriendinnetjes bij elkaar die gaan samen zwemmen. Ja, voor de rest niks. Nee. Je kan het gewoon niet zien aan het lange haar. Het gezicht, ik vind dat je ook niet aan het gezicht kan zien. Maar het uiterlijk, ja, dit... dit is bij haar iets breder en bij ons is dat net iets dunner, volgens mij. En ook jongensfiguur. En hier is het ook iets breder, zeg maar. Het is steen van mij, hè? Ik krijg een jongensfiguur. Bij mij wordt dit rechter. Dit wordt rechter. En dus kan ik heel veel broeken kan ik niet meer aan. Kun je daar wat aan doen? Daar kan ik nu op zich niet veel aan doen. Ja, grotere maat broeken kopen. Maar op mijn 12e kan ik ervoor zorgen dat het stopt. De puberteitsremmers. En dan kan ik op mijn 16e kan ik dus vrouwelijke hormonen slikken. Dat zorgt er dus voor dat ik een meidenfiguur krijg en dat ik borsten krijg. En dan als ik wil kan ik me op 18e laten opereren. Dan heb ik in plaats van een, hoe moet je dat zeggen? Dan heb ik dus een, dan heb ik een vagina gekregen. Ja. Waar zie je het meeste tegenop? Tegen de middelbare school. Want, ja, omdat ik denk dat ik daar ook wel weer geplaagd word. En ja, je houdt het toch geplaagd worden. Maar voor mij is het makkelijker om er eerlijk vooruit te komen. Want, ja, ik wil gewoon een meisje zijn. En dan ben ik alleen thuis ben ik meisje. En dat lijkt me heel vervelend.
Ik zou er echt niet als jongen de hele tijd mee gaan zitten, je hele leven lang. Nee, het lijkt me echt vreselijk. Opgesloten in een kamertje, boven in je hoofd. Je kunt er nooit meer uitkomen, want dan is het weer uitgescholden. Nee, ik denk dat het meisjes zijn toch wel makkelijker is. Ik denk dat het allemaal wel goed komt. Ik denk het ook.